Autoweek bezocht Ferrari World. Multitest in het C-segment, altijd lastig. En potentiële klassiekers worden incourante occasions. Hallo en leuk dat je weer kijkt naar het Autoweek Journaal. Ferrari World is misschien wel het heftigste attractiepark ter wereld. En Autoweek is daar onlangs geweest. Roland, jij was de gelukkige. Zeker. Met wie was je daar en waarom vooral? Nou ja, zoals je wellicht nog wel kunt herinneren, wij hebben ieder jaar de Autoweek Autokenner van het Jaar quiz. Moeilijke en, vragen. Zeker. 30 vragen over auto's. En er waren twee gelukkige lezers die alle vragen goed hadden. Dat vind ik knap. Dat is al heel knap. En die twee mensen hebben we kunnen uitnodigen om een trip te maken naar Abu Dhabi. En een bezoek aan Ferrari World. Zodoende. Ja. Dus Peter, Jan en Frank waren de gelukkigen. Hoe is dat nou daar? Want ja, ik zie wel eens beelden voorbij komen. Ja. Zo'n hele mooie overkapping in de woestijn. Ja. Heel bijzonder, laten we het daarop houden. Kijk, de vorm die ze gekozen hebben is fantastisch. Weet je, wat is het grootste overdekte speelparadijs op Ferrari-gebied eigenlijk ter wereld. En het ziet er allemaal fantastisch uit. En ze hebben twee hele grote publiekstrekkers. Dat is de Formula Rossa, de snelste achtbaan ter wereld. 240 km per uur en minder dan 3 seconden van 0 naar 100 in de buitenlucht. Ja. Onwijs bijzonder, dat vonden Peter, Jan en Frank ook. En dan hebben ze nog een achtbaan waarbij je in twee waagjes tegelijkertijd een soort race uitvoert. Oh ja, maar dat is Efteling ook, hè? Dat is, Fire and Ice of zo, hoe heet het? Water en vuur. Ja. Kan je nagaan, zelfs in Nederland hebben we het. Maar dat zijn de twee publiekstrekkers. Ja. En daar moeten ze het eigenlijk een beetje van hebben. Want als ik heel eerlijk ben, de rest viel mij een beetje tegen. Weinig autogehalte. Ja, het is heel laagdrempelig Ferrari entertainment. Zo moet je het zien. Het is echt een pretpark. Ja. En ik denk als jij al enige basiskennis hebt van auto's, of je bent een liefhebber, dan kun je echt beter naar de Supercar Valley rondom Modena gaan. Want zo'n ding zelf huren. Precies. Ja, mooie musea heb je daar. Precies. En weet je, ze hadden daar wel in Ferrari World een collectie van 11 Ferraris. Nou, heel gaaf. Hele mooie auto's. Maar dan is er een heel sumier bordje met alleen, dit is de 250 GT Lusso bijvoorbeeld. Ja. En dan wordt er nog net gezegd welke motor erin ligt en dat het een bijzondere auto voor zijn tijd was. Maar daar blijft het ook bij. Dus meer pretpark dan Ferrari eigenlijk. Ja, en dat, ja, weet je, wij gingen daar toch een beetje heen met we gaan een Ferrari experience beleven. Dat is het. Maar meer dan dat is het ook zeker niet. Maar je hebt nog wel een verhaal over geschreven. Zo is het. Ja, en natuurlijk, het was een hele bijzondere belevenis voor de twee winnaars. Nou ja, ik denk sowieso dat Abu Dhabi op autogebied, op zich, je ziet daar op straat natuurlijk wel genoeg. Absoluut. En we zijn nog even een dagje wezen doenbashen met een Toyota Land Cruiser door de duinen heen daar. Abu Dhabi biedt zeker een unieke autobelevenis. En daar hebben we een verhaal over gemaakt en een video over op de website. Oké, dankjewel Roland. Er ligt deze dagen een extra dikke autoweek in de winkels. Nummer 51 en 52 hebben we samengesmolten tot één heel lekker geheel vol tests, nieuws en reportages. En misschien wel het belangrijkste item van het nummer is de multitest in het C-segment. Jawel, de nieuwe Mazda 3 en de Peugeot 308 nemen het op tegen drie andere concurrenten. De video van die twee heb je al gezien, in het blad gaan we dieper in op het segment. Het is voor de 308 al de tweede vergelijkende test dit jaar. In september trad hij aan tegen de Volkswagen Golf en in die test trok de 308 aan het kortste eind. Nu mag hij laten zien wat hij kan tegen de kerstverse Mazda 3, de Ford Focus, de Kia Ceed en de Toyota Auris. De Mazda heeft de 120 pk sterke 2.0 Skyactiv motor. De Peugeot doet het dit keer met de 125 pk sterke versie van de 1.6 THP. Dat is net zoveel vermogen als de 1.0 EcoBoost 3-cilinder turbo van de Focus. De Kia Ceed is er maar met één benzinemotor en die 1.6 GDI komt tot 135 pk. De Toyota Auris treedt uiteraard aan als hybride en die heeft een gecombineerd vermogen van 136 pk. Het ligt dus allemaal dicht bij elkaar. Dat is altijd heel erg lastig hoor, met vergelijkende testen in het C of D of B segment. Maar toch zijn we er weer uitgekomen. En in Autoweek nummer 51 en 52 lees je welke auto de test wint. Het blad ligt nog tot 2 januari in de winkel. Door nieuwe belastingmaatregelen voor klassiekers valt er een hele generatie auto's tussen wal en schip. Want Niki had vroeger altijd natuurlijk auto's die werden even weggezet. Van nou weet je wat, ik hou hem nog even en dan kan ik er over een paar jaar wegenbelastingvrij mee rijden bijvoorbeeld. Maar dat gaat nu dus allemaal veranderen, hè? Ja, die mensen die hebben eerst gewacht tot die auto 25 werd, toen tot die 30 werd. Ja, en nu moet je wachten tot die 40 wordt. Nou, dat is natuurlijk veel te lang. Dus we hebben een aantal mensen geportretteerd die zo'n auto hebben. E-cadetjes, 205, Volvo 780 zelfs. Ja. Dat zijn allemaal auto's van een generatie, ja, die vallen echt tussen wal en schip. Zeker die Volvo 700 serie is natuurlijk echt zo'n onverwoestbare generatie auto's. Ja, precies. Ja. Hele mooie 780 zag je in het magazine. Ja, een hele witte. En het is een beetje onduidelijk wat er met die auto gaat gebeuren. Die man weet nog niet of hij hem dan gaat verkopen of hem toch zelf maar houdt. Maar ja, het Corollaatje bijvoorbeeld is direct voor export gegaan. De Cadet ligt op de sloop. Ja, incurante occasions zijn het geworden eigenlijk. Ja, het waren potentiële klassiekers en nu gewoon weer incurante occasions. Goed,
De verloren generatie. We hebben een passend eerbetoon geschreven over deze auto's en dat lees je in Autoweek 5152, een dubbeldik nummer dus, die nu in de winkels ligt. En dan is het bijna kerst 2013 en de kerst is echt zo'n tijd om terug te blikken op het jaar. Dat doen we dan ook elke dag met een aflevering van de Achteruitkijkspiegel. De opvallendste auto's van 2013 komen nog een keer voorbij en dat wordt dus lekker genieten tijdens de kerstdagen. Vrijdag is er geen aflevering van het Autoweek Journaal, maar volgende week dinsdag zie je ons natuurlijk weer. Ik wens jullie een hele fijne kerst.